Door een stroomstoring in het zuiden en zuidwesten van de stad zaten gisteravond duizenden huishoudens urenlang zonder stroom. De storing begon aan de Peizerweg, maar breidde zich uit richting Paterswoldseweg en Parkweg. Ik heb gelukkig heel wat vaccinelichtjes in mijn huis, dus ze gaan echt allemaal aan, een stuk of 100. En u heeft ook geen problemen met de verwarming? Ik weet het nog niet, joh. Ik heb blokverwarming, maar goed, als die grote kachels allemaal op stroom zitten en die doen het niet, dan kan het wel eens behoorlijk koud zijn, ja. Overweegt u om misschien naar de Martini Plaza te gaan vannacht? Nou, dat hangt er vanaf hoe koud het is thuis. Ik zei al van, trek maar een dikke trui aan en een paar dekens erover. Maar ja, als het echt heel koud is, dan gaan we maar even verkassen dan. De vermoedelijke oorzaak was brand in het transformatorhuisje aan de Van Heemskerkstraat. In Martini Plaza werd een noodopvang opgezet, maar daar heeft niemand gebruik van gemaakt. Hoeveel slaapplekken heeft u hier? Nou, in principe, we kunnen tot 200 gaan, als het moet. Maar dat verwacht u vanavond niet? Nee, absoluut niet meer. Nee, het is nu 12 uur en de grootste problemen zijn geweest. Rond 12 uur afgelopen nacht waren de problemen weer opgelost.